Ik heb in de tussentijd het volgende gedaan. Ik heb Pokémons getraind. Ik heb ze bijna allemaal tot level 25. Alleen in Demon moet nog één leveltje. Maar die kan mooi met de XP share een leveltje omhoog. Voordat we hierboven naar binnen gaan, gaan we eerst het volgende doen. Laat ik even op de fiets gaan. We gaan een Firestone halen. Blijkbaar is hier in de buurt een Firestone. In deze Desert Resort. Hier is de Desert Resort. Daar moeten we in. Ik hoop dat we gewoon al verder mogen. Ja. Proberen het gewoon. Hier ligt de Pokéball. Stardust. Die kunnen we goed verkopen voor monies. Dus dat is heel fijn. Iets is misschien op die momenten niet heel handig. We lopen gewoon zo. Via de zijkant. Die moeten we hebben. Oké, we doen er wel even. Oké, tegen deze bitch moeten we vechten. Ik denk dat dat de enige is waar we tegen moeten. Oh, kijk. Dat is tenminste damage. Daar houden we van. Dat doen we zo meteen gewoon nog een keer aan trust. Ik hoop wel dat hij raakt. Niet dat hij na 1 cent attack meteen weer niet raakt. Dat zou natuurlijk wel heel jammer zijn. Ik pak hier even de Firestone. Die is even essentieel op het moment. Want mijn Eevee is al de hele tijd naar Espeon aan het evolueren. En dat willen we niet. Tenminste, normaal zou ik het wel willen. Maar dat mag niet in een Firelock. Dus laten we... Ik begin steeds meer te haten aan deze game. Echt, dat zal hier wel in zitten, ja. Use. Maar mij gaat het prima trouwens. Deze moeten we evolueren. We zijn speciaal voor die Firestone hier naartoe gegaan. Dan gaan we maar door die rare avenue. Oeh, hier ligt een Pokéball, die pakken we. Een Green Shard. Ik heb dus al mijn Pokémon's even getraind voordat we verder gaan. Want dat leek me wel een strak plan, zeg maar. Oh ja, dit liedje is ook wel nice. Ja. Waar is de Pokémon Center? Hier. Volgens mij zag deze stad er heel anders uit in gewoon Black and White. Tenminste, veel donkerder of zo. Dan gaan we kijken of we die vierde gym kunnen gaan doen. In Black and White 1 moest je hier toch in die rollercoaster hier. Of niet in die rollercoaster, in de draaimolen. Oh hier, dit was de gym in de vorige game. Hier moest je toen in, samen met N geloof ik. Of moet dat nu weer? Ja, met N zit je volgens mij in die reuzenrad. Reuzenrad, daar zocht ik naar. Munty, doe arm thrust. Die vieze pursuit leien, waardoor mijn Growlithe een... Hey Munty, lol, hij komt ook net. Komt hij net in de chat, terwijl ik Munty zei omdat ik Munty gebruikte. Oh, nu zit ik met dat vrouwke erin. Oké. Are you scared? Nee, ik ben niet scared. Mijn poppetje is altijd kwijt. Dus als ik nog ergens anders een Firestone tegenkom en ik evalueer Growlithe, dan komt Simon ook? Is dat hoe het werkt? Dit is nu de gym. Ah, ik moet daaruit die rollercoaster gebouw halen. Zo jammer. Zijn het ook allemaal trainertjes die hierin zitten? Aangezien dat dit er geen gym meer is. Oh, huh? Ik moest dus handmatig uitstappen, dat wist ik niet. Ik dacht, dan laat je er gewoon uit. Oh, deze moet ik wel vechten. Dat is een beetje jammer. Nu moet ik allemaal wachten door deze Pipo. Ja, het is wel grappig gemaakt, maar jammer dat dit allemaal nodig is. Laten we voor het eerst eventjes spelen. Met Flareon.
Ja, inderdaad, Muntbal. Ja, die opmerking heb ik in de afgelopen streams van deze game ook al een paar keer gemaakt, ja. Ja, je hebt helemaal gelijk. Voor als je dit terugkijkt op YouTube, Muntbal zegt... Ik heb echt het gevoel dat ze bij deze game beter op de 3DS hadden kunnen maken. Want dan was hij volop 3D geweest. Dat had voor deze game wel beter en mooier geweest. Ja, dat klopt. Dat is 100% waar. Hé, hey, je kreeg van haar ook harmonisch. Ze zal wel een rich girl zijn ze geweest dan. Ja, dankjewel voor de Paralyze Heal. Ga nu maar naar je gym. Oh. Zij is nog niet eens de gymleader. Oh, oké. Dat was het al. Oké. Ik moet dus nu alleen even healen en dan kunnen we aan de gym beginnen. Oké. Nou, daar gaan we. Kijk, fresh water van hem natuurlijk. Nou, wat Jordi nou zegt. Alle andere Pokémon games zijn beter dan Black and White en Black and White 2. Oké, misschien niet Let's Go Pikachu en Eevee, maar verder wel allemaal. Zo. Level 26, hotseflots. Oké, bijten en dan flinchen alsjeblieft. Nou, dat was Nicola al. Dankjewel Nicola. Ja, dit is in ieder geval wel een simpele gym, zeg maar. Als in van niet dat die makkelijk is, want dat is je zeker niet, omdat ik geen super effective aanvallen heb. Maar niet dat je een heel parcours moet afleggen, zeg maar. Dus dat is wel echt een voordeel. Dan kan ik eventjes snel healen en dan kunnen we meteen tegen de volgende. Daar hebben we nummer 2. Are you ready? Ik ben zeker ready. Kom maar op. Level 27, hè? Ik had nog wel meer kunnen trainen. Oké, dat heeft veel damage. Nice. Dan gaan we naar je girl's handen. Pursuit. Oh, hij dacht dat ik ging switchen. Daarom deed hij pursuit. Wauw. Twee keer achter elkaar. Goed gemaakt wel. Drie keer achter elkaar. Leuk. Nou, what the fuck is dit, jongen? Vier keer achter elkaar. Niet hitten. Wat een onzin. Oh, hij gaat een keer hitten. Oh. Hij ging wel makkelijk dood. Hij ging wel makkelijk dood. Eerlijk is eerlijk. Ja, fantastisch. Laat maar gaan. Ja, doe maar een rondje draaien. Vanaf de volgende route, route 5, hebben we ook Hidden Grotto's. Dat is wel nice. Dan kun je coole items vinden. Ik denk dat het misschien handig is om Sander even vooraan te zetten. Ampère. Lol, ze heet Ampère. Jammer dat ik niet eerder ben. Oh, meteen OW, hè? Nou, is dit een crit zeker? Dat valt me dan nog mee. Lekker, Sander. Oh, sterk. Oh. Maar ik gooi stenen tegen hem aan. Ik raak hem niet eens aan. Wow, nice. Goed gemaakt spel. Ja, dat is nog wel een beetje het kutte van dat in deze games... de dingen nog twee keer... Crits nog twee damage, nog steeds twee keer damage doen. In plaats van... 1.5? Volgens mij 1.5. We zijn wel weer een leven kwijt, dus dat is wel jammer. Coole gymleader. We gaan vechten tegen Eleza. Bijt hem! Oeh, sneller flinch? Ah, geen flinch. Ik denk dat Volst Switch haar signature move is. Hoeveel damage deed dat? Holy shit. Ik ga bold strategy doen. Weer bold switch. Oké, switch in Emolga en laat me die rollout raken.
En dan is je Imolga dood. Nice. Niet? Oh, dan ben ik dood. Dan ben ik weer een leven kwijt. Ja. Yeah. Weer een crit, hè. Weer een crit. Twee crits. Door, want anders was hij, had hij misschien nog geleefd. Maar weer een crit. Ik word daar zo moe van. Growlithe ging ook al dood door de crit. Die tweede keer. Oh, heeft hij ook nog static? Dit wordt echt een probleem. Nee, deze overleeft hij niet. Wel, oké. Okay. Dat is wel positief. Wacht, ik heb quick attack, hè? Oh mijn god! Wat een kutspel. Laat ik, ja. Hé, hey, ik ben niet eens dood. What the fuck? Ik ben weer niet dood. Dat was wel mijn eigen fout. Ik was even vergeten dat ik geparalyzed was. Elke keer volt switch. Fucking irritant. Doe gewoon een keer een andere move. Ik ga gewoon weer proberen, ja? Weer proberen te quick attacken. Dan zou je in ieder geval van die Imolga halen. Nice. Oké. Okay. Die JJB ninja is wel echt heel zwak. Dus die daarom maken, hè? Dus wat ik het best kan doen is denk ik even status restoren. Gedoe. Ik denk dat ik even een leventje moet zakken van hem. Dat ik die andere kan healen. Oh, misschien overleef ik een quick attack. Nee. Nee, dat zat er wel in. Maar dat wist ik. Dat wist ik. Hij zal ook wel static hebben. Alweer als hij er ook nog een potion gaat gebruiken. Want ik vind dit al fucked up. Ja, maar ik had al fucking veel gegrind. Alleen ik wist niet dat ze binnen één route 10 levels hoger zouden zijn. Ik had al heel veel gegrind, hè. Ik heb echt gewoon alles meer dan 5 levels omhoog gedaan. Ha, Flashfire, wat een loser. Ik denk dat ik het wel ga halen, hoor. Niet met heel veel overtuiging. Oh, nu hopen dat ik gewoon een keertje niet geparalyzed ben. See, easy win. Met je gaat het niet redden. Oké, easy win was het niet. Maar Sander was wel echt MVP van dit potje. De Bolt Badge. Zoals in het echte leven. Ja, in het echte leven ben je ook een MVP, Sander. Oh, volt switch. Dat had niemand aan zien komen. Oh. Nou, hier moest het ook zijn. Help me. Hallo. Nou, vooruit. Zijn de Walt heeft mij de vorige keer in de sewers van Castelia wel goed geholpen. Dus open. Oh, het is een enkel battle. Het is niet eens een double battle. Oké, zijn defense is omhoog, dan is hij nu sowieso niet dood. Dat was hij sowieso niet, maar... Bam, bam. Oeh, een Watcher. Hypnosis. Wat kut. Ha, loser. Oh, wat is het voor een Pokémon? Wat een damage, echt. Holy shit. Ze doen zoveel damage. Ik weet niet of ik wel door durf. Komt Bianca nog zeuren of niet? Ja, oh mijn god, ik wist het. Hey, Fly. Dat is zeker niet vervelend. Yes. Die Hidden Grotto's zijn wel echt nice. Daar moeten we echt goed op letten. Tussen deze twee bomen heb je zeg maar zo'n holletje. Ik weet niet of je dat net zag. Maar die heb je dus verder in de game.
En daar kan dus van alles zitten. Items, Pokémon, dus dat is wel nice. Doen we verder niks mee met Team Incino, maar dat is dus op zich wel grappig, die Hidden Grotto. Ze zijn ook niet zo heel veel in de game, geloof ik. Dus dat. Nee, ik hoef geen berries, dankjewel. Ik zit nog te bedenken of ik nog moet gaan grinden, ik denk het wel. Eerst deze Pokéball. En Hyper Potion, Jotem. Oké, die zijn best wel nice trouwens. Eigenlijk moet ik gewoon alles even tot level 30 grinden. Dat was het wel voor deze stream, jongens en meisjes. Leuk dat jullie gekeken hebben. Ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen, zoals altijd. Adios, amigos.